Tot 2014 kreeg Flevo Star nog een subsidie van 25.000 euro per jaar. In de jaren daarna is dat bedrag afgebouwd tot 0 euro in 2019. De zwemvereniging vreest voor haar voortbestaan als de subsidie definitief wordt stopgezet. De gemeente stelt dat we de prijzen moeten gaan verhogen. Ja, wij hebben een doelgroep van mensen die niet veel te besteden hebben. Een waarjongenuitkering. Sommigen wonen in een instelling en hebben alleen maar zakgeld. Ja, dus wij vinden eigenlijk dat dat niet kan. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat de gemeente bezuinigt op de meest kwetsbaren in de samenleving. Ja, het gaat wel om een groep mensen die over het algemeen niet heel veel te besteden heeft. En we vinden het als gemeente ook belangrijk dat deze mensen gaan sporten en dat deze mensen ook bij elkaar samenkomen. Het zwemmen heeft een hele belangrijke maatschappelijke functie. Dus het is niet mogelijk om heel veel geld voor deze zwemlessen te gaan vragen. Dus het is belangrijk dat die subsidie vanuit de gemeente in stand blijft. Ook PVV en CDA zijn niet te spreken over het stopzetten van de subsidie voor Flevo Star. Volgens de PVV is het onbegrijpelijk en onacceptabel dat de zwemvereniging de nek wordt omgedraaid door het stopzetten van subsidie. Ook het CDA zou het zonde vinden als Flevo Star verdwijnt. Volgens de ChristenDemocraten vervult de vereniging een waardevolle rol in de samenleving. De Partij voor de Dieren en de PVV pleiten voor het voortzetten van de subsidie totdat een definitieve oplossing is gevonden. Ja, het viel op dat dit al de tweede keer is in het afgelopen jaar dat er wordt bezuinigd op een organisatie die een hele maatschappelijke functie inneemt voor mensen met een geestelijke of fysieke beperking. Ja, er wordt natuurlijk altijd even naar de cijfers gekeken en de maatschappelijke waarde en de waarde ook voor de mensen individueel. Hoe groot zo'n rol als zwemles in kan nemen in iemands leven, dat mogen we niet vergeten. Dus we vinden het belangrijk als Partij voor de Dieren dat we die subsidie kunnen blijven verstrekken, zodat deze mensen iedere week gewoon naar de zwemles kunnen blijven gaan. De gemeente Almere was niet bereikbaar voor commentaar.